Je zou denken dat ze bij het Eurovisie Songfestival hun handen dichtknijpen nu Anouk zich weer heeft gemeld om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Een stoere zangeres met een dikke huid die wel tegen een stootje kan, en belangrijker nog, die al ervaring heeft met het liedjesfestijn. Want weer een tere ziel daarheen sturen? Een no-go. Eva Jinek had gisteren twee Avrotros-collega's in haar talkshow zitten die over de selectie gaan: Kornald Maas en Hila Noorzai. We hebben vandaag contact gehad met het team van Anouk, omdat zij ook een van de namen is die veel genoemd wordt, zegt de presentatrice tegen hen. Het team van Anouk heeft de volgende schriftelijke reactie gegeven: Anouk heeft eerder aangegeven er positief tegenover te staan om mee te doen aan het Songfestival, en ze heeft meerdere nieuwe nummers klaar liggen. Maar dan moeten ze snel zijn en dan moeten ze haar bellen. Eva stelt dan de enige belangrijke vraag: Is er al gebeld met Anouk, Kornalt? Cornald gedraagt zich vervolgens extreem hooghartig. Nou, wij bellen niet zelf met artiesten. Artiesten kunnen naar een bekend adres. Anouk heeft een tijdje geleden ook geroepen dat ze niet wist waar ze terecht moest, maar vorig jaar wist ze de weg heel goed te vinden toen ze ook een song wilde sturen, dus ik bedoel. Eva vraagt zich af of Cornald goed geluisterd heeft. Maar ze wil nu dat zij gebeld wordt. Hila redt vervolgens de boel. Wij willen haar best bellen, hoor. Natuurlijk. Wij willen absoluut bellen. Kornald, het is altijd een combinatie van dingen. Wij zijn in gesprek met mensen, mensen dienen liedjes in. Vaak is dat ook over een langere periode dan alleen die paar maanden net voor de volgende editie. Eva vraagt zich af of die songfestivaltypes nou wel of niet naar Anouk gaan bellen. Maar als dat de route is, dan. Hila vervolgens, wij bellen. Wij voelen ons nergens te goed voor. Absoluut. Eva, bel jij dan zelf ook, Hila, of niet? Hila, ik wil Anouk best bellen. Dat lijkt me best wel leuk. Ja, kom maar. Ik ben wel benieuwd wat ze te brengen heeft. Absoluut.